En, en die, die, die een audit van die digitale activiteiten, dat is voor een groot stuk zoals je aanhaalde, dat zijn de paid campagnes, ja. Google, Facebook, LinkedIn, uh, TikTok, noem het maar op. Maar dat kan evengoed uh, zijn de uh, social media, de organische social media inspanningen, of bijvoorbeeld de, de SEO-resultaten wat er op SEO-gebied uh, vandaag mm -hmm. gebeurt. Dus de paid is er een groot stuk. Maar de, meestal de motor. Maar we, inderdaad... kijken wel, we kijken wel ook naar de, alle facetten van wat er verkeer zou kunnen brengen of wat er rond uw merk gebeurt. Eh, om, eens, om in functie van dat eerste deel te kijken ja, zijn er hier nog eh, verbeterpunten of, of, of eh, low hanging fruit dat we kunnen meepakken in functie daarvan. Ja. Uh, dus dat is nog een grote. En dan een, een, een derde laakje binnen dat in het middelste uh, stuk: dat is heel het gegeven van CRM-data. Uh, Um, dus we kijken ook verder natuurlijk. Als van, het verandert, is Als het natuurlijk ja, dat is ja. ook niet altijd het geval. Uh, maar stel er is een, een CRM waarop dat we analyse kunnen doen, omdat er e-mailcampagnes gebeuren, lead nurturing gebeuren. In een ideaal geval werkt sales mee in, in, in het uh, CRM en kunnen we ook pipeline-analyses doen. Dus dat is om, om allee, als hikersluiter pakken we dat ook nog wel mee. Uh, uiteraard, natuurlijk, uh, om te kijken van: oké, okay, liggen hier nog opportuniteiten? Worden hier bepaalde best practices qua sequenties of qua lead nurturing of qua e-mailcampagnes gemist, die dat we er wel in kunnen brengen, of qua het opbouwen van segmenten, bijvoorbeeld, ja. um, om beter te doen met wat dat we vandaag hebben? Um, dus ja, heel dat luik pakken we ook wel mee uh, om in aanbevelingen uh, naar buiten te brengen, of om daar de, de meest relevante aanbevelingen in rond te formuleren. Uh, je krijgt natuurlijk alle analyses die we maken mee, maar we proberen de highlights eruit te halen. En dat natuurlijk is af te toetsen met dat eerste luik, die positionering waar we op zijn geland. En, en de, 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 de strategie in grote lijnen. Uh, klopt hetgeen wat we daar aan het doen zijn? Um, en we proberen ook, en sorry dat ik zo aan het ratelen ben, te kijken van ja, haakt dat allemaal een beetje op elkaar, uh, op elkaar in? Mm -hmm. Of is Pete iets aan het doen en wordt er op social iets totaal anders verteld? Is het efficiënt, hè? Dat is ook voilà, klank, hè? Wordt het efficiënt zijn... allemaal uh, gestolen? Moest, moest er ergens iemand een asset uh, downloaden waar dat Paid, zogezegd, in veel gevallen verantwoordelijk is, wordt die dan via e-mail in dezelfde toon of voice verder opgevolgd? Uh, is dat een logisch opbouwend verhaal? Um, dat is ook wel een belangrijke, los van die ja, snelle verbeteringen dat er misschien zijn. Um, Verstrekt dat elkaar en is dat efficiënt opgebouwd. Dat is ook wel iets dat we daar effectief proberen mee te pakken, waar dat je dan ja, al heel concreet en redelijk snel mee aan de slag kunt. Als dat niet het geval zou zijn, geven we daar wel tips in mee, hoe dat je dat wel zou kunnen verbeteren. Um, dus dat is ook wel een lijvig stuk. Um, ik denk dat, daar heel vaak, uh, dat ze daar heel vaak op verlekkerd zijn, omdat dat, dat zijn de meest snelle tastbare dingen. En die zijn belangrijk, maar je hebt dat eerste luik natuurlijk sowieso nodig. En het afsluitende, waar ik u misschien direct eh, de intro voor zal laten doen, Ja, dat is, dat is eigenlijk waar je naartoe aan het werken bent. Dus, uh, maar dat tweede, dan heb je dat iets om je tanden in te zetten. Uh, en ja, dat, dat is concreet en dat is tastbaar. En dat zien we, dat hebben de marketeers uh, aan de overkant vaak heel traag. Ja, ja, je hè? kunt al uh, direct aan de slag. Hè? Dat ja. is op zich tof, je moet niet altijd wachten tot uh, alles uitgehold is, maar je kunt al perfect mee de laag en het fout aan de slag. Hè?